Wat het wereldberoemde kerkhof Père Lachaise is voor Parijs, dat is het kerkhof van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laeken voor Brussel. Rustplaats van vele bekende Belgen, zoals de opera-diva Marie Malibran, de kunstenaar Fernand Knopf en de architect van het Justitiepaleis Joseph Poulard. Mysterieus en niet echt geweten is dat onder het kerkhof ook een unieke dodenstad verborgen ligt. Guy de Trooyer. Ja, dit is de hoofdgang van de ondergrondse galerijen. Het is een gang die het hele complex doorkruist, vanuit het oudste stuk uit het laatste kwart 19e eeuw tot het jongste stuk uit de jaren 1930. De gang is 100 meter lang en dat in een complex dat een 30 meter breed is. Marcel Celis is kunsthistoricus en vecht al jaren voor het behoud van de grafgalerijen onder het kerkhof van Laeken. Deze vergeten dodenstad is al zo'n 20 jaar verboden voor het publiek, omdat ze dreigt in te storten. Die grafgalerijen zijn ontstaan voor het eerst in dit land. En als eerste in Brussel, je vindt ze nergens anders. Ze zijn ontstaan op het moment dat het kerkhof van Laeken aan een zoveelste uitbreiding toe was. Een totaal nieuwe vorm van dit land, geïnspireerd door modellen in Zuid-Europa. Dit is de oudste, de meest uitgestrekte, de meest indrukwekkende. Dus voor mij eigenlijk uniek. Je ziet al meteen sporen van schade. De marmerplaten die van de grafnissen gevallen zijn, dat zijn platen uit Carrara-marmer, ingeporteerd uit Italië. Dit zijn de meest opvallende sporen van schade. Hier ligt Emile Bokstaal. Echevin staat erop, maar ook burgemeester. Het is de man die dit complex ontworpen heeft. De gemeente wou niet in open lucht dat soort grafgaanderijen hebben. Heeft Bokstaal op zijn Brussels en op zijn Belgisch heeft hij het aangename aan het nuttige gepaard. Heeft hij zijn galerijen ondergronds geplant en boven de galerijen grafmonumenten voorzien. En het hele complex was toegankelijk op deze plek via een trap, een steektrap. Na het overlijden van Bokstaal is dit zijn grafkelder geworden. Met bovenaan het paviljoen dat de ingang van het complex was, is de grafkapel, bij manier van spreken, van Emile Bokstaal geworden. Een van zijn rechtstreekse buren, een beetje verderop, ook met een monument aan de oppervlakte, is niemand minder dan Joseph Poulard. Joseph Poulard is een berucht personage, was tekenaar bij de stad Brussel. Zijn meesterwerk, zijn levenswerk, het Justitiepaleis. Dat is wat het meest gigantische complex is geworden, gebouwd in de 19e eeuw, all over the world. Op dit monument ook de symbolen van de dood, de schedel, de tibias. En zo belanden we bij het bakstenen gewelf en de zenitale lichtinval die ons de buitenwereld evoceert. De buitenwereld waar bovenop deze grafkelder de grafkapel van Joseph Poulard staat. En zo heb je meteen de link tussen, zoals gebruikelijk, de onderwereld, de dood, en de buitenwereld, het leven. De grafgalerijen vormen een laatste rustplaats voor 4000 rijke burgers uit de 19e en 20e eeuw. Notabelen uit een verdwenen wereld. Deze galerijen waren zeer populair. Je moet ervan uitgaan dat het niet overdekt was. Men kon hier schuilen voor het slechte weer en dat soort van dingen. Er zijn een paar oude foto's bewaard waaruit blijkt dat hier overal bloemen lagen. Er stonden kaarsen, de aanverwante toestanden. Er kwam volk naartoe. En het ging zover dat een aantal families die hun overledenen elders hadden begraven op het kerkhof, die hebben laten overbrengen naar de grafgalerijen. Deze unieke dodenstad is al jaren aan haar lot overgelaten. Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt ze te verdwijnen. Intussen merken we natuurlijk ook dat deze constructie, die in het oude stuk overwegend uit baksteen bestaat, ook de gewelven zijn overwegend uit baksteen, dat die moeten worden geschoord, onder meer hier, omdat dit vrij vlakke gewelf niet stabiel genoeg meer is. Die dingen zijn gebouwd voor het publiek, die zijn gebouwd om te worden gebruikt.
En nu kan er niemand meer in en ze worden niet meer gebruikt. Ik vind dat dus bijzonder spijtig. Bovendien stellen wij vast dat wanneer hier bezoekers werden binnengeleid, dat ze zeer onder de indruk waren van de manier waarop men aandacht schonk aan die overledenen. Dus het zou echt zeer spijtig zijn mocht dit stuk uit het geheugen, of dit stuk erfgoed uit het geheugen van België in het algemeen, maar van Brussel in het bijzonder worden gewist.